Die hebben allemaal, denk ik, wel het hoofdlijnenakkoord tussen de oren zitten. En dat zegt meer visserij op zee, meer gas op zee, meer wind op zee. En dan denk ik, nou ja, als we dat echt gaan doen in Nederland, dan hebben we, denk ik, wel 3 Noordzeeën nodig. Een wijdse ruimte, klotsende golven en verder niets. Dit beeld van de Noordzee klopt al lang niet meer. De transitie van een van de drukste zeeën in deze wereld is in volle gang. Van de visserij tot de beschermde natuur tot de veelbelovende wind op zee. Welkom bij Industrieterrein Noordzee. Met een vraagteken. Een vraagteken omdat deze avond gaan we proberen een antwoord te krijgen op de vraag hoe we dat gaan voorkomen dat het alleen maar een industrieterrein wordt. Want wat is de weg naar een gebalanceerd samenleven van industrie, natuur en voedselwinning? Mijn naam is Catharina Schul. Ik ben hier programmamaker en moderator van de avond. En ik ben heel blij dat u er allemaal bent, dat deze zaal bomvol zit, dat niet eens iedereen daar hier overal kan zitten. Dit is een avond die we in samenwerking doen met Follow the Money, een onderzoeksjournalistiek platform. Zij hebben een speciale onderzoeksredactie opgericht voor het dossier Noordzee. Daar gaan we zo meer over horen. Internationaal, want de Noordzee is natuurlijk ook een internationaal gebied. En ze werken samen met journalisten uit onder andere Noorwegen, Denemarken, België en het Verenigd Koninkrijk. En een van deze onderzoeksjournalisten is hier ook vanavond. Ze zit hier naast mij, dat is Bierte Showhouse. Wat we natuurlijk ook al uit de zaal hoorden, maar ook al vanuit jou. Mensen die hier natuurlijk nauw bij betrokken zijn, maken zich heel veel zorgen hierover. Maar wat ik ook wel merk in de voorbereiding en in het onderwerp Noordzee is dat het ook wel, ja, voor sommige mensen het is een bestemming om even te zwemmen, maar het is niet voor iedereen meteen heel invoelbaar waarom dit nu zo'n grote, eigenlijk zo hoog op de agenda moet staan. Snap jij dat? Dat het zo, ja, ver van je bedshow vind ik een beetje oneerbiedig, omdat de Noordzee eigenlijk nooit meer dan 200 kilometer volgens mij van iemand vandaan kan zijn zo ongeveer in Nederland, maar... Nou ja, het is natuurlijk ook makkelijk, hè. Daar is heel veel, bijvoorbeeld als we het hebben over windmolens, is heel veel discussie geweest. Niemand wil ze in hun eigen achtertuin, dus ja, laten we die maar op zee plempen. De burgemeester van Borkum zei van, nou, we komen ook op voor onze eigen achtertuin. Maar onze achtertuin is UNESCO werelderfgoed. De Waddenzee is wel UNESCO erfgoed. Dus wat jij zegt, dat is eigenlijk, best wel grote discrepantie. Iedereen houdt van de Wadden, maar weinig mensen weten eigenlijk wat er in de buurt van de Wadden, op de Noordzee, wat er gaat gebeuren en dat er mogelijk best wel veel gaat veranderen. Ja. En dat is natuurlijk makkelijk, want je ziet het niet. Ja, maar misschien is het ook heel gevaarlijk. Nou, dat is alvast een goede voorbode voor de optimistische stemming van vanavond. Voorzichtig grapje, want het is natuurlijk een heel serieus onderwerp. Maar ik denk dat het tijd is om mijn 2 andere sprekers voor het eerste gedeelte ook aan tafel te vragen. En dat zijn Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Maar u kent hem misschien ook wel van X, waar hij elke dag minstens 1 grafiek van de dag, hashtag grafiek van de dag, plaatst. Met actuele cijfers over gas en energie en alles daaromheen. Kom lekker zitten en geef hem een warm applaus. En aan tafel komt ook directeur-bestuurder Ewout van Galen van Stichting de Noordzee. Een organisatie die zich al ruim 40 jaar inzet voor de bescherming en voor het duurzaam gebruik van de Noordzee. Geef hem ook een warm applaus, alsjeblieft. Welkom allebei en fijn dat jullie er ook allebei konden zijn. Het onderzoek waar Bierte net ook al over begon, over die Borkumse stenen en de gaswinning daarboven Schiermonnikoog, is een stuk waar jullie ook allebei voor gevraagd zijn om jullie visie op te geven. Ik begin even bij jou, Martien. Wat vind jij van die ontwikkelingen daar boven Schiermonnikoog? Ja, het is het kenmerk eigenlijk van hoe ongelooflijk ingewikkeld die energietransitie gaat worden. Want we willen eigenlijk allemaal niks in onze eigen achtertuinen. En die achtertuinen zijn best wel groot. Ja. En tegelijkertijd, we zijn verslaafd geweest aan olie en gas en kolen. Maar zeg maar vooral olie en gas. Mm-hmm. En wat je eigenlijk ziet is dat de nieuwe technieken, zon, wind,
ook andere zaken, kernenergie, even daar gelaten. Die hebben enorm veel ruimte nodig. Veel meer ruimte dan we gewend zijn. Ja. En dan gaat dat knellen, zeker in een druk bevolkt gebied als Europa. Mm-hmm. Ik heb even nagedacht, hè, die 50 miljard kubieke meter gas. Dat is wat dat gebied zou moeten opleveren, dat toch? Dat is één boorplatform. Hè. Dat is 4 keer zoveel als ze nu weten, maar ze hopen veel meer. Maar als je die 50 miljard kubieke meter gas met windmolens zou willen winnen over de hele levensduur, dan heb je 600 molens nodig op zee. En plotseling praat je dan over hele andere oppervlakte. 600 molens? 600 molens van die hele grote joekels van 12 megawatt. Om evenveel energie... Hoe groot zijn die windmolens? Even voor alle mensen. Ja, die zijn ruim 100 meter hoog. Ik weet niet eens precies, maar ze zijn echt enorm groot. Ze zijn echt kolossale. Ja, ze hebben ook een oppervlak nodig om van een kilometer, want anders houden ze de wind van de volgende tegen. Ja. Dus je hebt dus zeg maar 600 vierkante kilometer zee nodig om een equivalente hoeveelheid energie te winnen als het ene boorplatform. Ja. En toch moeten we van die boorplatform af. We moeten van die gas en olie af. Ik ben het zeggen, dit was bijna net een loeiende argumentatie waarom het door moet gaan met gaswinning. Ja, nee, dat zeker niet. En we weten dat en dat betekent dat we enorm zullen moeten gaan inschikken met elkaar. Ook al doen we aan energiebesparing om voldoende energie te winnen. Mm-hmm. Duurzame energie te winnen, zodat we allemaal een fijn leven hebben met elkaar. Ja, Ewout, jij wordt ook geciteerd in dat stuk. Natuurlijk vanuit jouw werk voor Stichting de Noordzee. Hoe kijk jij naar die gaswinningplannen? Nou, eigenlijk plannen bijna af situatie daar boven Schiermonnikoog. Ik kijk er eerlijk gezegd heel dubbel tegenaan. Want het hangt er precies vanaf hoe je het, van welk perspectief je het beziet. Kijk, vanuit klimaat bezien kan ik heel populair meteen zeggen van we moeten gewoon van het gas af. Want ja, gasproductie is een fossiele brandstof en die veroorzaakt klimaatverandering. En we bevinden ons midden in een klimaatcrisis. Ja. Dus we moeten gewoon keihard van het gas af. Als je kijkt naar de ecologische footprint, dus dan heb je het niet zozeer over het klimaat, maar eerder over de natuur. Ja, dan maken wij ons als Stichting de Noordzee iets minder zorgen. Weet je? Als je ervoor zorgt dat gasplatforms gewoon zorgvuldig gebouwd worden, als er goed gekeken wordt, hè, naar het gebruik van de bovenwettelijke best beschikbare technieken, als de schade zoveel mogelijk beperkt wordt. De schade voor wie? De schade voor de natuur, hè? Ik bedoel, ik zit hier voor de natuur in eerste instantie. Maar kijk, er zijn gewoon daadwerkelijk risico's van voor gaswinning. En dan heb je het over bijvoorbeeld meer scheepvaart, meer onderwaterlawaai, vertroebeling, incidenten, et cetera. Mm-hmm. Als je dat allemaal managt, dan denk ik dat dat mogelijk is. Maar vanuit klimaatbezien, denk ik, moet je zo snel mogelijk van het gas af. En kijk, we hebben in Nederland een versnellingsplan afgesproken, de staatssecretaris. Dat weet jij ook. En kijk, dat doet me dan ook wel eens een beetje denken aan een soort van alcoholist die nog zegt, nou nog één glas wijn en dan stop ik met drinken. Weet je, kijk, met andere woorden, kijk, als jij doorgaat op deze voet met gaswinning, dan hinder je ook wel echt de energietransitie. Ja. In het Noordzeeakkoord, dat we met z'n allen hebben afgesproken in Nederland, is de gaswinning ook gewoon aan een aantal afspraken onderworpen. En zijn de afspraken die daarin staan, voldoet dit plan van Juan Díaz daaraan? Ja, eerlijk gezegd denk ik van niet. Want een van de belangrijkste afspraken is dat gaswinning in Nederland binnen het Klimaatakkoord van Parijs moet vallen. Ja. Er is onderzoek gedaan door verschillende instituten en ook door heel veel individuele wetenschappers. Mind you, in Nederland 400 wetenschappers zeggen, dit moet je niet doen. Dit is geen goed idee. Ja. CE Delft heeft ook gezegd, volgens de koolstofbenadering, dus die gaat ervan uit dat we in de wereld en in Nederland een bepaald budget hebben aan koolstof wat we mogen gebruiken. Nou, CE Delft zegt, in Nederland kun je ongeveer winnen tot 2037. Ja, dan is het mijn inziens wel echt abominabel dat we te maken hebben mogelijkerwijs met gascontracten die zich uitstrekken tot ver in de jaren 50 van deze eeuw. Ja, dit zijn veel argumenten tegen. Mm-hmm. Een van de argumenten voor die in dat stuk naar voren komt, die wordt volgens mij aangedragen door jou, Martien, is dat het ook nodig is, dat we dat we doorgaan met die gaswinning, omdat we ook niet afhankelijk willen zijn van gas uit het buitenland. Kan je dat toelichten? Ja, dat is, het is wel goed om te weten. Ik werk ook bij Gasunie. Ja. Maar ik ben hier als lector energietransitie aan de hand overgeschopt. maar ik denk dat ik daar heel open over moet zijn. Maar wat we nu doen in Europa is dat we massaal hoeveelheden LNG, vloeibaar gas, inkopen. Uit schaliegas uit de Verenigde Staten, uit Qatar. En we kopen ook gas op wat eigenlijk bestemd was voor een aantal landen in Oost-Azië. Met name China, maar ook Pakistan, Bangladesh, India.
De LNG die we nu opkopen hier in Nederland en de komende jaren nog ook gaan kopen, want we hebben gewoon zelf geen gaswinning meer, ja, die halen we dus eigenlijk weg uit die landen. En wat je dus nu ziet gebeuren is dat dat soort landen hun transfer van kolen naar gas hebben stopgezet. En in het geval van Pakistan zelfs hebben omgedraaid. Die zijn weer herbegonnen met het bouwen van kolencentrales. Ja. En dat zie je ook in China. Die zijn weer herbegonnen met het bouwen van kolencentrales. Terwijl ze dat een tijdje in de wacht hebben gezet. Dus mijn stelling is eigenlijk van let altijd op wat je doet. Ik ben zeker, ik heb mijn leven lang ook in besparingsprojecten gewerkt met gas. Dus ik ben zeker geen fan van gas wat dat betreft. Maar weet wel wat je doet op dit moment als Europa. Nu we zeggen van we willen geen Russisch gas meer. We krijgen trouwens ook nog steeds heel veel Russisch gas via Oost-Europa. Maar vooruit even, laten we dat even parkeren. Maar op dit moment, elke kubieke meter gas die we kopen, en dat ook wel de komende jaren zo, dat wordt vervangen door kolen in Azië. En je ziet dus ook wereldwijd. Heel omslachtig eigenlijk. Ja, wereldwijd was voorspeld dat het kolenverbruik gepiekt had. En dit jaar minder zou worden als vorig jaar en volgend jaar nog minder. En de nieuwste schattingen zijn dat dit jaar zelfs een record hoeveelheid kolen worden gebruikt in de wereld. En dat heeft mede hiermee te maken. Ewout, dan hoorden we net ook al uit het publiek, hè, de zorgen van wat die windturbines kunnen veranderen voor natuurlijk de visserij op zee, logisch. Maar daarbij de natuur, waarvan de visserij natuurlijk onderdeel is, het leven op zee. Ja. Hoe kijk jij naar al deze? Herken je die zorgen van dat misschien wel de helft van de vissen bijvoorbeeld zou kunnen veranderen van plek of verdwijnen of uitsterven? 100%. Tuurlijk herken ik die zorgen. Ik heb zelf die zorgen ook, weet je. Ik herken, we moeten oppassen voor valse tegenstellingen. Ik denk, als de natuur gezond is, dan zal de visserij ook gedijen. Weet je? Ja. Dus in die zin, die twee die zijn gewoon onderdeel van dezelfde medaille. Ja. Maar is dit mogelijk in jouw ogen? Als jij dan opkomt, de Stichting de Noordzee geeft een stem aan de Noordzee en alle beslissingen heb ik van jullie site. En dan hoor ik dat er in 2050 zo'n 6000 windmolens moeten staan ter hoogte van ongeveer de Eiffeltoren. Kijk, we hebben nu, even de cijfers, hè. Dus we hebben nu rond de 4,7 gigawatt op offshore capaciteit. Kijk even naar Martien of dat klopt. Ja, en dat is volgens mij 16% van de elektriciteitsproductie. Dat is gewoon eigenlijk best wel een hele goede start, denk ik, voor de transitie. Ik denk, kunnen ook gewoon trots zijn als Nederland dat we daar zo'n enorm gat in een pak deuker, of een deuk in een pak boter, hoe zeg je dat, hebben gemaakt. Mm-hmm. We hebben de ecologische ruimte gevonden, zeggen we, voorzichtig. Binnen het Noordzeeakkoord. Dus nationaal zeggen we dat we in 2030... Misschien goed voor iedereen, het Noordzeeakkoord. Ja. Daar zitten natuurorganisaties in, visserij, verschillende ministeries. De havens, de industrie. En de industrie, ja. En in Nederland is afgesproken, we hebben ecologische ruimte gevonden in 2030 voor 21 gigawatt. Daar zijn we ook vanuit natuurperspectief mee akkoord gegaan. Dus we denken, dat zou vanuit ecologie mogelijk moeten zijn, weet je. Maar dat is ook een compromis, hè. Maar het is echt geen geheim dat wij ons ook echt bijzonder zorgen maken voor de periode na 2030. Omdat, wat jij terecht zegt, dan gaat het in 2040 naar 45 gigawatt. In 2050 kan het naar 70 gigawatt gaan. Een windpark heeft gewoon effect op de zee en op de natuur. Een individueel windpark, dan kun je kijken naar het directe effect op de natuur, negatief, hè? Dat zou kunnen zijn, bijvoorbeeld onderwatergeluid, tijdens het heien hebben we het dan over. Bij de aanleg. Ja, bij de aanleg. Elektromagnetische straling, dus dan gaat het over het vervoer van de elektriciteit. Wat voor effecten zou die kunnen hebben op de natuur? Nou, bijvoorbeeld haaien en roggen, die zitten zo in elkaar dat ze sonar gebruiken voor het vinden van een partner of het vinden van prooien. En dat wordt gestoord door die elektromagnetische straling. Verder zijn er risico's van bijvoorbeeld chemische vervuiling. Dus van verf wat bijvoorbeeld op die palen zit. Maar kijk, er is ook onderzoek gedaan naar de positieve effecten, mogelijke positieve effecten van windpark. Omdat er heerst bodemrust. In Nederland mag er niet gevist worden. Waar de windmolen staan. Precies. In Nederland mag er niet gevist worden in... Het niet of kan het niet? Het mag wettelijk nu niet. Sommige landen kiezen ervoor om dat wel te doen. In Nederland mag het nog niet. Dus er heerst bodemrust. Dus die bodem die wordt niet beroerd. Dat betekent dat langlevende soorten zich er kunnen vestigen. Bijvoorbeeld oesters. Oesters is een rifbouwende soort. En denk je, wat een saai beest is nou eigenlijk een oester. Maar weet je, oesters die groeien op elkaar en die vormen riffen. En riffen zijn heel erg goed voor de soortenrijkdom. Want er zitten allerlei gaatjes in en daar kunnen beesten weer zich in schuilen. Of daar kunnen ze paren, et cetera. Dus daarmee experimenteren
jaren is heel erg prettig. Omdat die windturbines die brengen hard substraat in de Noordzee. Terwijl de Noordzee is een vrij zandige, dynamische zee over het algemeen. Ze brengen harder substraat daarin en die beesten kunnen zich daaraan hechten. Ja. Nou, dus daar zitten ook wel echt positieve kanten aan. Maar kijk, de grote vraag, en daar zitten wij ook mee, is kijk, dat gaat om 1, 2, 3 windparken of weet ik veel, 4,7 gigawatt. Maar op een gegeven moment, als jij 45 gigawatt hebt zitten, dan één, wat doet dat? Nou, ik denk, dat doet heel wat met al die risico's die ik net heb genoemd. Maar dat gaat ook een heel ander beeld opleveren met betrekking tot de abiotica, dus de niet-levende wereld. Dus dan moet je dus denken aan effecten op bijvoorbeeld het weer, of op de stroming, of op de gelaagdheid, de stratificatie van het water. En wat ik echt zo graag hier wil benadrukken is dat, kijk, windmolens, windturbines en de windsector is toch de new kid on the block. Weet je, het is nog steeds, wij zijn eraan gewend in Nederland, maar het is nog steeds echt een nieuwe actor op de Noordzee. En die Noordzee is niet leeg, zoals jij in het begin van de avond al heel goed volgens mij beeldend hebt gemaakt. Dus kijk, wat gaan die windmolens en die windparken doen in relatie tot gaswinning, tot ondergrondse CO2-opslag, tot zandwinning, visserij, scheepvaart? Wordt daar genoeg over nagedacht, over al die aspecten. Ik grapte net ook al voordat deze avond begon van ik had misschien een enorme tafel moeten neerzetten met meer dan 30 stoelen voor al die belangen en mensen die, die gaan over de Noordzee. Want dat is wat ik tegenkom. Nee, maar ik denk we zeggen botsende belangen, maar weten we wel hoeveel belangen dat zijn? Ik denk, we hebben de belangen volgens mij redelijk goed in kaart. Want we zijn als Nederland goed in polderen en we polderen ons helemaal suf, ook op zee. Dus we weten echt wel wat de belangen zijn. En iedereen moet ook echt wat van die Noordzee. Ik zeg altijd, menselijke activiteiten die vinden plaats in de natuur. De natuur moet ook echt het uitgangspunt zijn. Dus kijk ook vooral naar wat de Noordzee kan bieden. In plaats van de hele tijd van, wat willen wij er nou in principe van? Maar jouw vraag is, kijken we voldoende naar de opeengestapelde effecten van die menselijke activiteiten? Dat noemen we de cumulatieve effecten. En dan denk ik, er wordt verschrikkelijk veel over gepraat. En er zijn ook kaders voor in Nederland om dat te meten. En echt de harde realiteit is dat we volgens mij geen idee hebben wat er op ons afkomt. En de crux is natuurlijk, dat vind ik het spannende, maar ook wel het enge daaraan. Je kunt niet afwachten totdat je dat allemaal weet, want er moet nu wel iets gebeuren. Dus er moeten nu keuzes worden gemaakt en er worden nu keuzes gemaakt waarvan je gewoon de effecten nog niet. Bij definitie, je kunt het niet weten. Ja. Maar dat gaat dan wel over, ik wil eerst zeggen mensenlevens, maar natuurlijk ook over het leven in de zee. Maar natuurlijk ook over hele, en ik heb natuurlijk ook zicht op de vissers die achter jullie zitten. Maar natuurlijk ook over mensen die misschien al generaties lang hun brood verdienen op zee. Tuurlijk. Dus het is best wel een harde realiteit dan om te zeggen, of een organisatie zich al 40 jaar inzet voor het welzijn van de Noordzee. Best wel harde realiteit dat we dan met z'n allen hier concluderen, oké, nou ja, we maken nu keuze, maar we weten niet zeker hoe die gaan uitpakken voor iedereen. Ja, maar kijk, het is natuurlijk ook niet zo dat het dat er de afgelopen 40 jaar niks gebeurd is op zee en nu ineens gaan we allemaal dingen veranderen. Hè? Dat is ook niet zo. Er is altijd, in het begin stonden daar ook geen gasplatforms en geen olieplatforms. Daar lagen ook geen elektriciteits- en datakabels en zo. Dus het is altijd al in beweging. Alleen, altijd dan industrieterrein ook deels geweest. Ja, want je kunt het ook omdraaien en zeggen, qua vervuiling, want wat je zegt, naar die windmolens wordt veel onderzoek gedaan. Het heeft positieve en negatieve effecten, maar dat geldt natuurlijk net zo goed, zo niet nog veel meer voor die hele gas- en olie-infrastructuur. Mm-hmm. Ja. Dat zwaar vervuilend is, dat weten wij ook. Dus het is niet zo dat nu ineens daarvoor wordt gekozen, we geven de Noordzee op. Aan de andere kant, dat is wat wij ook altijd horen in het onderzoek. Het is heel moeilijk. Wij kijken natuurlijk, follow the money. Wat kost het nou allemaal? Ja. Nou ja, hang maar. Je kunt een prijskaartje hangen aan een windmolenpark. Dat is al ingewikkeld genoeg. Maar hang maar een prijskaartje aan de Noordzee. Wat is die natuur waard? En dan, dat maakt het wat. Ja, dat is ingewikkeld. Dat kun je natuurlijk nooit zeggen. Je kunt niet het aantal soorten, soort van een rekensommetje maken. Je hebt hier 100 soorten en je hebt hier 100 windmolens. Dat streep je tegen elkaar weg. En dan weet je wat je moet doen. Zo werkt het natuurlijk niet. En dat maakt het ingewikkeld. En tegelijkertijd kan je er ook niet van uitgaan dat het constant maar kan groeien. We hebben allemaal
Nou ja, we zitten nu in een volledig andere politieke constellatie. We hebben allemaal, denk ik, wel het hoofdlijnenakkoord tussen de oren zitten. En dat zegt meer visserij op zee, meer gas op zee, meer wind op zee. En dan denk ik, nou ja, als we dat echt gaan doen in Nederland, dan hebben we denk ik wel 3 Noordzeeën nodig om dat voor elkaar te gaan krijgen. Dus we moeten op een gegeven moment hele scherpe keuzes gaan maken. En we moeten ons ook realiseren dat iedereen op een gegeven moment moet gaan inschikken. Kijk, en dat houdt in, weet je, dus dat iedereen, ja, dat je gesprekken moet hebben, bij voorkeur consensusgericht. En uiteindelijk die goede beheersmaatregelen moet gaan treffen. We gaan, denk ik, onze laatste en vierde gast erbij aan tafel vragen. De politiek, maar natuurlijk vertegenwoordigt zij dat niet in haar eentje. Het is namelijk Brigitte van den Berg. Zij is Europarlementariër namens D66. Zij zit sinds juni in Brussel. Want daarvoor was zij wethouder in Beverwijk. Want zij kent de Noordzee dus door en door. Want daar dacht ze onder andere na over de toekomst van de IJmond. Kom erbij en geef haar een warm applaus. Ik vind het mooi dat jullie de Europese politiek aan tafel vragen. Want ik denk dat dat ook heel terecht is. Want ik denk dat als we hier goede oplossingen voor willen vinden. Nou ja, we zagen al de casus. Die zit precies op het scheidslijn van Nederland-Duitsland. Als je het allemaal door die nationale bril gaat bekijken, dan komen we echt niet tot oplossingen. Want dan gaat iedereen zijn eigen kleine belangetje dienen. Dus Europa gaat die scherpe keuzes maken, zeg je? Nou, ik denk het wel. Ja, je ziet dat er voor het eerst deze commissie een eurocommissaris komt op oceans en fisheries. Dat is best een grote vooruitgang. Dat er echt een Europese actor komt die zegt, ik ga daar een punt van maken. En die schrijft al in haar, het wordt een man. Die zegt, wij scoop? Gaan... Sorry? Ik zei scoop. Dat is al bekend. Ik word daar een maalman. Ga door, nee, sorry. Nee, we hebben nu natuurlijk, zeg maar, Ursula von der Leyen, onze... De voorzitter. De voorzitter van de Europese Commissie, die heeft net haar team bekendgemaakt, zeg maar. En al die teamleden, dus al die kandidaat-eurocommissarissen, hebben eigenlijk hun visie voor de komende 5 jaar neergelegd. Wat vul jij op in de visie van de commissaris op oceanen? Nou, dat er dus een European Oceans Pact moet komen. En dat is eigenlijk precies, volgens mij... Een extra polder. Nou ja, wel het moment dat al die organisaties met elkaar in gesprek moeten gaan. En dat er uiteindelijk een soort, toch een openbare ruimteindeling van de zee ook echt zou moeten komen. Want inderdaad, het is hartstikke druk. Al die vaarroutes, al die windmolenparken. Er moet op een gegeven moment iemand ook die oceaan gaan ordenen. En ik denk dat het heel verstandig is dat we dat Europees gaan doen. Denk jij dat dat kan, Martien? Ja, het denk ik heel spannend, want de energietransitie, het is al bijna 2050, hè? Dat duurt niet zo lang meer. En ik zei net al, je hebt veel meer ruimte nodig voor hernieuwbare energie als voor de traditionele energieën. En we doen het veel sneller, rollen we het uit dan ooit gas en olie zijn uitgerold. Dus heel veel tijd om te praten met elkaar heb je haast niet meer. En vandaar ook dat je ook onder onzekerheid door moet gaan, maar tegelijkertijd wel je de flexibiliteit moet hebben om eventueel van koers te wijzigen als je ziet dat het de verkeerde kant op gaat. Ja, en dus zal je met tempo moeten gaan praten. Maar is het niet een gevaar dat als je nog een overlegorgaan eraan toevoegt, dat het eigenlijk nog langer duurt? Want we schuiven het weer af op een andere instantie en die gaan weer met z'n allen overleggen. Dan moet je weer terug naar... Je zou het ook om kunnen draaien. Ja, ik weet niet of het een overlegorgaan is, meer een stuk beleid, zeg maar. En ik denk dat we hebben heel duidelijk de alarmbel van de energietransitie. Ik denk dat we allemaal denken, jezus, wat een gigantische opgave. En wat zijn we laat ook? Want wat hebben we het lang uitgesteld om de echte maatregelen te gaan nemen? Dus we zullen als de wieden weer gaan al die windmolenparken moeten gaan bouwen. Maar ja, als we dan niet rekening houden met al die andere belangen in de Noordzee, wat zijn we dan er met elkaar aan doen? Ewout. Ja, ik ben in hart en nieren een Europeaan. Dat is tegenwoordig een beetje vloeken in de kerk. Maar ik denk dat je een aantal zaken heel, heel duidelijk op Europees niveau kunt en moet regelen. Weet welke wel? Visserij, Europees visserijbeleid, hartstikke belangrijk. Weet je? Het natuurbeleid, Natura 2000. Ik denk dat dat ook gewoon hartstikke verstandig is. Moet je vooral blijven doen. Dan komen we voor de energietransitie. Dan hoef je niet alles op Europees niveau te regelen. Hè. We hebben ook zoiets als de North Sea Energy Cooperation. Mm-hmm. Hè, dus wat is dat? Dat is een orgaan dat 9 lidstaten die de Noordzee omringen integreert. En dat is interministerieel. Dus daar vinden hele interessante discussies plaats. Dat is elk jaar. En ik ben daar vorig jaar mocht ik daar spreken. En mocht ik ook het belang van ecologie highlighten.
Daar. En dan leerde ik ook, want ik dacht van ja, kijk, alles wat je ook tussen lidstaten kunt regelen, dat is wel pure winst. Veel lidstaten, zeker als het gaat over wind op zee, die hebben, wie zei het, niet in mijn achtertuin, dat was jij, hè? Ja, weet je, lidstaten die vertonen allemaal dat gedrag van ik wil eigenlijk wel windmolens, maar weet je, ik push dat lekker helemaal naar de grens van mijn territorium. Dus wat gebeurt er dan? Weet je, Nederland pusht het helemaal naar het westen, Engeland pusht het helemaal naar het oosten. Nou, er ligt een prachtig gebied, de Bruine Bank. Nou, dat wordt straks helemaal omringd door... Dat de Doggersbank, of niet? Nee, dat is de Bruinbank. Maar Doggersbank heb je hetzelfde verhaal. Want er zitten natuurlijk ook verschillende landen. Weet je, op een gegeven moment beginnen al die hele waardevolle gebieden... door gewoon puur gebrek aan management... beginnen die in de knel te komen. En ik denk dat kan je Europees oplossen. Daar ben ik een voorstander van. Maar gezien het tempo, denk ik, kun je ook kijken naar andere overlegorganen. Ja, het is zeker belangrijk. Want wat je ook nu al ziet op dit moment... is dat als het lekker waait... hebben we te veel elektriciteit in Noordwest-Europa. Ja. En we kunnen het daar niet meer kwijt. Ja. We kunnen ook de grens over niet, want de buren hebben ook veel te veel. Dus dat is fijn voor de consumenten en voor bedrijven... want dan gaan de prijzen naar nul op de grote handelsmarkt. Ja. En dat zie je ook wel wat indirect terug op je thuisrekening. Maar ja, dat betekent ja, de ontwikkeling van nieuwe windmolenparken... zul je ook in gelijke mate moeten laten gaan... met de ontwikkeling van de elektriciteitsvraag. Gebeurt dat? We gaan elektrisch rijden, we hebben elektrische warmtepompen. Maar vind je dat dat genoeg gebeurt? Want we hebben net eerder al gezegd... dit is hoeveel windturbines erbij gaan komen de komende jaren. We zorgen erover, ecologisch gezien, vanuit voedselwinning gezien. Nee, die coördinatie is er niet. Nee. Wie zou die coördinatie moeten oppakken? Dat zouden in ieder geval de groepen lidstaten moeten zijn die één regio vormen. Het hoeft niet allemaal in Brussel geregeld te worden, maar ik ben het volledig eens met de overbuurman. Dat je zegt van nou, rondom de Noordzee, we zijn allemaal bezig met de ontwikkeling van zo snel mogelijk, zoveel mogelijk windparken. Coördineer dat met elkaar. Ja. Kijk van hoe pakt dat uit? Ook met bedrijven die windmolenparken moeten bouwen en moeten investeren in die windparken. En stroomlijnen dat met elkaar. En de infrastructuur eromheen ook, hè? Want dat is natuurlijk afgezien van de vraag, de elektriciteitsvraag, zie je ook dat die infrastructuur, die moet er liggen. Kijk, het is hartstikke leuk dat die windmolens draaien en dat ze elektriciteit opwekken. We moeten ergens aan land komen. Ja, hoe doe je dat? Daar heb je toch kabels voor nodig, weet je? Onze geliefde Tennet. Dat moet je allemaal afstemmen. Dat kan je ook internationaal afstemmen. En dat het op alle niveaus moet, laat het volgens mij zien. Dat het en is. Ik bedoel, ik heb als wethouder in Beverwijk, waren we inderdaad bezig met het versterken van het energienetwerk, met Tennet en... En dat zijn eigenlijk al, dat hele versterken van dat netwerk... dat zijn al de delta-werken van onze tijd, zeg maar, in Nederland. Dat is een gigantische operatie. Ja. En tegelijkertijd moeten we internationaal kijken... hey, waar halen we onze energie vandaan? Ik bedoel, als we kijken naar hoe wij als Europa toch in de wereld... eigenlijk achterblijven, economisch gezien... omdat onze energie zo duur is in Europa... dan is daar ook echt de alarmklok geluid. En moeten we daar ook mee aan de slag. Dus ja, we moeten en op Europees niveau zorgen dat we een energiestrategie hebben... en lokaal keihard aan de slag om het in te passen. Ben je daar optimistisch over? Nou, ik zie geen andere manier. Dus je moet wel. Je moet gewoon aan de slag. Ik bedoel, wat is het alternatief? Of afhankelijk blijven van landen als Rusland, als Qatar. Dat is volgens mij geen enkele optie. Ja, maar jullie worstelen kan me ook voorstellen in deze opgave. Ook in draagvlak. Want voordat ik dit programma begon en ook tijdens het programma begon... ging er een vlag omhoog met stop windturbines. Ja. Dus hoe ga je als, want in de politiek ben je ook een volksvertegenwoordiger. Ja. Hoe ga je er dan mee om dat het draagvlak hier best wankel kan zijn? Nou, ik begrijp dat heel goed. Want als mensen, als je gewend bent om je brood te verdienen en dat al generatielang doet... En ineens gaat dat veranderen en word je onderdeel van die nieuwe belangenafweging. Ja, dat is best wel heel pittig. Maar aan de andere kant is het ook de realiteit dat we in een verandering zitten. Want stel dat we niet die energietransitie voltooien. Ja. Ja, er is gewoon een einde aan de aarde. Dus dan zijn we allemaal verliezer. Dus we moeten die verandering gaan maken. Maar ik ben het helemaal eens dat alle belangen daarin gewogen moeten worden. Alleen ook het realisme dat niet iedereen zal krijgen wat hij nu heeft. Want we zijn gewoon ontzettend grote energieverbruikers, zeg maar. We zijn ontzettend gewend aan een eindeloze aarde. En dat is niet de realiteit. Kijk, we moeten ons ook realiseren dat de Noordzee is een hooglijk productieve zee. Dus we halen daar veel vandaan. Het is een gezonde, hooglijk productieve zee. Die zwaar onder druk staat door al die verschillende drukfactoren waar we het eerder vanavond over hebben gehad. Mm-hmm. Kijk, wat is het alternatief als klimaatverandering doorzet in het tempo dat het nu heeft? Dan heeft een relatief ondiepe
Noordzee gaat gewoon grote problemen krijgen. Wat voor problemen dan? Nee, het zeewater gaat opwarmen. Mm-hmm. Opwarming veroorzaakt ook verzuring. Dus mm-hmm. die zee die is dan onderhevig aan verzuring. Dan komen er andere vissen, andere planten. Kijk, we hebben allemaal vroeger op school geleerd wat doet zuur met kalk? Nou, dat lost het op. Dus alle kalkhoudende organismen die hebben daar last van. Dus heel veel vissen, kreeften, krabben, et cetera, die zullen gewoon minder gezond gaan worden, mm-hmm. bijvoorbeeld. Dus weet je, klimaatverandering uiteindelijk is gewoon een heel spannend verhaal. Niemand weet precies wat er gaat gebeuren. Een aantal dingen kunnen we voorspellen. Hè, wat ik net zeg, dus kalkhoudende organismen zullen het zwaarder gaan krijgen. En je zult ook een verschuiving gaan krijgen. Hè, dus ook waar de visserij mee te maken gaan krijgen. Weet je, soorten als tong, die verschuiven gewoon. Dat is een hartstikke dure soort, maar die verschuiven gewoon al naar het noorden. Omdat die het hier te warm vinden. En tegelijkertijd zie je dat soorten als sepia, die komen weer. Dus de Nederlandse vissen beginnen nu echt pittig op sepia te vissen. Dat zijn allemaal veranderingen waar we met z'n allen echt op voorbereid moeten zijn. Ik ga nu het woord zeggen waarvan ik tegen iedereen aan tafel had gezegd dat ik het niet meer mag zeggen. Maar het is duidelijk dat er scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Het is ook duidelijk dat we hier helemaal nog niet uit zijn. En dat ook nog lang niet iedereen alles heeft kunnen zeggen wat hij wil zeggen. Of dat alle belangen duidelijk zijn. Dat betekent gelukkig ook voor mij als programmamaker en voor de journalisten hier in de zaal. Dat er genoeg werk voor ons te doen is. En dat gaan we ook zeker doen. Dus houdt u vooral de site van de Bali in de gaten voor interessante programma's van ons. Ik wil heel graag de techniek bedanken voor vanavond. Voor het mogelijk maken van deze avond. Follow the money voor de samenwerking. De prettige samenwerking en natuurlijk mijn sprekers. En natuurlijk het publiek dat hier allemaal was. En ik geef u een warm applaus voor iedereen en een hele fijne avond. APPLAUS